Ja, we hebben er lang op moeten wachten. Maar aanstaande zaterdag is het dan zover. Het gevecht tussen Barra Hari en Rico Verhoeven in Oberhausen. Remy, jij hebt hetzelfde als ik, want ik las jij ook. Ik moet eerst alle twee de ring in zien gaan. Heb jij dat ja, ook nog een beetje? Ja, het is nog een paar dagen. Maar ik wil die twee jongens eerst helemaal fit de ring in zien gaan voordat ik het geloof. Want ja, dit is een mooie wedstrijd. Althans, dat hopen we dan. Maar er kan nog van alles gebeuren. Ze kunnen nog geblesseerd raken of wat dan ook. Dus... Over geblesseerd raken gesproken. Jij hebt Barra een paar weken geleden gezien. Ja. Nou, ik heb hem niet gezien. Oh, maar iemand gesproken die hem had gezien? Een vriend van mij die heeft hem gezien. En die zag een mank lopen. Maar dat hoeft niks te betekenen. Want van de meer dan 100 wedstrijden die ik gevochten heb... denk ik dat ik er 90 geblesseerd gevochten heb. Ja, ja. Dus zo zit dat gewoon in het kickboksen. Je hebt een pijn aan je hand. Nou, maar mank? Er is niks aan de hand. Mank kan zijn dat hij misschien in een blok heeft getrapt of wat dan ook. Ja. En dat kan een paar dagen zeer doen, waardoor je mank loopt, een beetje ijzer op en dan ga je gewoon weer knokken. Ja, wat mank in Nederland daarna ook al zo. Dat bedoel ik. Dat hoeft niks te betekenen. Nee. Maar die heeft een mank zien lopen. Ja. 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 Gaat hij voor start, gaat hij niet voor start? Laten we eens even gaan kijken. En nu, Potter versus Rico. Dan gaan we even door. Dit was de persconferentie. Ja, dit was de persconferentie. Ster dan, hij loopt weg. Waarom? Hij loopt gewoon weg. You want to say something? Ja, staat hij daar. No, not really. No, it's. I think this already shows his class. Ja, hij loopt dus weg op de persconferentie. Die persconferentie deed hij overigens heel goed en opmerkelijk. En hij was zelfs charming. Mm-hmm. Is dat een beetje het risico wat je neemt in het contact met Barra... dat hij charming kan zijn, maar een beest is zo nu en dan, zeker in de ring? Ja, kijk, deze foto is heel duidelijk. En dat zegt eigenlijk alles over deze wedstrijd. Hier zie je Barra eigenlijk gewoon heel boos kijken... naar een beetje intimiderend naar Rico kijken. En op dit moment wordt Rico eigenlijk heel klein. Rico heeft dit nog nooit meegemaakt. Die heeft nog nooit tegen die grote, sterke jongens gestaan... die ook verbaal gewoon een mannetje kunnen staan. En Barra kan dat wel. Die heeft dat vaker gedaan ook. Die heeft tegen de grote de aarde gestaan. En Rico eigenlijk nog niet. Op dit moment laat hij... Ja, dan, maar het is ook dan, een beetje spel, dan, heet, hoor, dan, heet een beetje hij, dan staat hij eigenlijk al 1-0 achter. Ja, dat ben ik echt niet. Maar hij zit echt dan. Want als je speelt van Feyenoord en Ajax... die komen elkaar later bij het Nederlands elftal tegen... en die zitten gewoon zijn weer vrienden. Ja, maar is dit echt? Dat voortraject, dat is echt. Dat is echt. Want op dit moment, als Rico zijn gezicht had gedraaid naar Badr... en had gedaan zo, wat moet je nou? Had Badr erop gestaan, had hij hem op zijn weg geslagen. Weet ik zeker. Weet ik zeker. Want dat deden we in de tijd van K1. Was dat ook zo? Dan moesten we ons af en toe gewoon tegenhouden. Van dan dacht met het matten. Jij kent Badr. Je hebt hem een aantal keren ontmoet. Ja. Heb je hem recent ook nog gesproken? Nee, ik heb hem echt heel lang niet gesproken. Maar kan ik zeggen, een beetje overdreven... dat het een soort onderkoning van Marokko is? Nou, hij chillt wel met de rechterhand van de koning, dus ja... Hoe moet je chillen zien? Nou ja, chillen. Echt chillen. Uit eten, noem maar op. Dus dat, ja, hij is een beest in de ring. Dat is ook ongeveer de verwachting wat er gaat gebeuren. In het begin meteen vol erop en kijken waar het schip strandt. Ja, kijk maar naar zijn cijfers. Hoeveel? 118 wedstrijden, 94 knock-out. Ja. Ja, zet al die mannen die knock-out zijn, gaan allemaal naast elkaar neer. Of leg ze maar naast elkaar neer. Oké. Remy, wij gaan maar direct even nog verder praten over de kansen ook voor Barra en Rico. Maar eerst even de vraag die gesteld is door onze redacteur Charlie. Is hij fit eigenlijk? Nee, kijk, daar is iedere voorbereiding zijn altijd wel wat dingetjes wat er gebeurt. Weet je, met je hand, met je been. Maar mank lopen helemaal niet. Ja, gewoon van die kleine blessuretjes, die horen erbij. Hoe zien de komende dagen eruit richting dat gevecht? Nou, we zijn nu bezig met scherp trainen. Dus dat doen we dan een beetje s'avonds, s'nachts. Weet je, wanneer het al rustig in de sportschool is. En dan gewoon weer rusten. Dan vertrekken we woensdag richting Duitsland. Zijn jullie gespannen? Ja, gespannen. Niet meer als normaal. Ik denk dat het weer sinds tijd is dat je dan weer een beetje dat oude K1 gevoel naar boven krijgt. Natuurlijk waar iedereen altijd in december was de finale. En nu is er weer zo'n grote partij. Want tijdens de finale was ook altijd één grote partij. Als die tegen elkaar komen, nou dan.
Nou, en dat is nou weer het geval. Kun je een voorproefje geven van hoe het er straks uit gaat zien in Oberhausen? Ja, wat kan ik zeggen? Spektakel. Spektakel en nog een keer spektakel natuurlijk. We proberen altijd het publiek te entertainen. Want daar vechten we voor. Ja, want je hoort in de aanloop naar zo'n gevecht nog wel eens, gaat het wel door. Maar jij kon nu garantie geven, Barre staat er fit zaterdag. Het is heel simpel. We hebben nog nooit een wedstrijd afgezegd. Nog nooit één. Nee. Tegen geen enkele tegenstander, op geen enkel podium. Dus waarom zullen we nou in de herfst van zijn carrière dat nog gaan doen? De reden erachter weten we niet. Maar nee, dat wel vaak genoeg. Want zijn trainer zegt, hij heeft nooit afgezegd, maar hij heeft een aantal keren afgezegd. Jawel, er zijn een paar wedstrijden geweest waardoor hij af heeft gezegd. Maar dat wil niet zeggen dat het geen geldige reden was. Nee. Hij heeft wel vaker een wedstrijd afgezegd. Hoor. Het is een heel belangrijk eikpunt voor de K1, hè? Aanstaande zaterdag. Wordt het een inderdaad spectaculair gevecht, dan zet het zich op de kaart. Mm-hmm. En er moeten geen gekke dingen gebeuren. Het moet doorgaan, 1. 2, het moet een eerlijk gevecht worden. Ja. En dan heeft K1 een visitekaartje waar je jaren mee vooruit kan. Ja, het is wel glory. Want ik is nu heel boos worden daar, maar het gaat om glory. Dat is de organisatie die het neerzet. Ja. En zij hebben nu wel een mooi affiche. En als dat niet goed gaat, ja, dat zou zonde zijn voor de sport, zonde zijn voor die organisatie. Ja, zeker weten. Badder die heeft 2 keer tegen jou gevochten, ja. En jij hebt 2 keer gewonnen. Ja. Stel je voor dat die van Rico wint en die zegt, weet je, ik wil eigenlijk nog wel een keer tegen die Bonjasky, want daar heb ik 2 keer van verloren. Ja, we hebben hier een andere gevecht ook in elkaar gezet. Dus, dat vond ik heel goed, weet je. Dat meen ik echt serieus. Maar dan ga ik mijn handschoen aantrekken. Echt waar? Nou, dat staat er. Nee, echt waar? Schrijf op, hè. Echt waar? Wat wil jij? Maart? Is dat nou Maart? Nee, maar Frank. Ik zei wat zeggen. Als Badder niet van Rico kan winnen, dan is het toch iets goed mis. Ja. Ja, dan ben ik echt serieus. Hoezo? Rico is een top kickboxer. Ik vind dat hij echt... Hij is een topvechter, Rico. Hij is echt heel... Kijk, ik zal even vertellen. Voor de persconferentie dacht ik echt van... Rico gaat het helemaal maken. Maar tijdens die persconferentie zag ik hem helemaal klein worden. Ik dacht van, dat gaat niet goed. Ik had een beetje het gevoel dat hij een beetje spijt had dat hij hier aan tafel zat. En zei van, hey Badder, ik ga je Ja, maar nou komt het en hij slaat Badder alle hoeken. Nou, dan sta ik staande ovatie krijgt van mij. Ben ik echt serieus. Ja, want Badder is natuurlijk door de wol geverfd met al dit soort publiciteit. Dat is Rico natuurlijk minder. Ja, hij zit ook daar achterover zo. Hij zit daar thuis. Hij zit daar echt thuis. Maar, en ik heb het gevoel dat Rico... Ja, de vraag sorry. Ja, doet Rico niet expres? Kijk, in schaatsen zie je wel jongens die al over van de daken schreeuwen. En dan schaatsen we anders hoor. We slaan elkaar niet op elkaars gezicht. Maar is het niet dat hij het expres doet? Een beetje ingetogen en denkt van als we erin komen dan ben ik gewoon een beest? Kijk, hij is gewoon een hele rustige gozer. Rico is een type, hij is heel rustig, hij is heel lief en dat soort dingen. Maar op dat moment moet je toch even laten... Ja, maar dat kwam ook door de pers. En ik was er zelf ook schuldig aan. We hebben Rico natuurlijk een aantal keren te spreken gekregen. Badder niet. Dat was voor mij ook de eerste keer. Dus heel veel vragen gingen naar Badder. Ja. En daardoor werd hij ook een beetje in een hoek gedwongen. En dat had ik ook in een ander interview gezegd. Ik vond dat Glory daar een beetje debet aan was. In de zin van, ze hadden een paar mensen, desondanks een paar medewerkers, moeten zeggen, stel jij wat vragen aan Rico, want hij is onze kampioen. Hij is onze kampioen. Zo hadden ze dat neer moeten zetten. Want op dat moment liet ze echt Rico een beetje zitten. Die staat daar echt zo. En het was de Badder Show. Het was echt de Badder Show. Maar goed, jij zegt nu, als Badder wint, ga ik tegen Badder. Of spreken we gewoon of jij gaat tegen de winnaar? Nee, ik ga tegen Rico dan. Je gaat niet tegen de winnaar? Nee, kijk. Badder zou wel tegen jou willen vechten. Ik weet zeker dat hij tegen mij wil vechten. Ja, hij wil winnen van jou. Ik heb nog nooit verloren van Mike Passanier. Ik heb nog nooit verloren van Badder. Dus ik heb van Melvin gewonnen. Ik heb van Bjorn Bredje gewonnen. Ik heb van Badder 2 keer gewonnen. Ja, dat verdient een applaus, hoor. Jazeker. Ja. Nee, maar de mensen zijn goed opgevoed. Die dachten dat er nog meer kwamen. Ja, nee, er zijn er nog 100, hoor. Maar die gaan niet allemaal om. Maar even voor alle duidelijkheid, want het is natuurlijk live en we zetten het op band. Je gaat nog een gevecht aan met wie? Met Rico als hij wint of met Badder als hij wint? Ja, ze mogen allebei komen. Kijk, weet je, maar niet tegelijk, hè? Nee, niet tegelijk. Oh. Kijk, ik zou je eerlijk zeggen. Ik heb een goede carrière achter de rug. Ik heb in principe iedereen verslagen die ik wilde verslaan. Ik ben drievoudig KN-kampioen geweest. Ik heb het hoogst haalbare gehad. Maar ik zit soms echt met pijn in mijn ogen te kijken hoe die jongens na 2 rondes al gewoon moe zijn. Gewoon moe. Dan denk ik bij mezelf, dat kan ik nu nog steeds. Maar hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 40. En heb je het al met je vrouw besproken? Dat je misschien nee, ik krijg straks op mijn kop. Ik zeg,
Het staat op papier. 10 maart 2017. Zeggen. Je gaat liever tegen Badr of tegen Rico in de ring dan tegen je vrouw, denk ik, hè? Ja, ben ik zeker. Die is gevaarlijker. Die is gevaarlijker. Gaan jullie kijken eigenlijk? Ik ga gewoon lekker voor de buis kijken, ja. Want dit wordt zeker een knock-out. Ja. Van één van de twee, ja. Ik ga niet zo ver rijden om voor een...